Gemeentes en gezondheidsinstellingen in Zuid-Holland-Zuid hebben vandaag een belofte ondertekend, waarin staat dat ze voortaan meer gaan kijken naar wat de patiënt wel kan, ondanks zijn of haar ziekte. Nou, we gaan in ieder geval patiënten zelf erbij betrekken, want als we iets geleerd hebben in de afgelopen tijd, dan is het wel dat het enorm van belang is dat mensen zelf ook betrokken zijn bij wat ze nodig hebben. Deze week is het de week van de positieve gezondheid, waarbij er extra aandacht wordt besteed aan deze manier van behandelen. De dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland-Zuid is al langer bezig met positieve gezondheid, maar nu doen ook andere partijen mee. Wij merken ook dat het enorm helpt om dat samen met zorgaanbieders, met werkgevers, met de gemeente te doen, omdat we zo met elkaar betere resultaten kunnen bereiken. Deze week zijn er verschillende activiteiten in het kader van de Week van de Positieve Gezondheid. Deze week hebben we een krachtig programma gericht op personeel, op de instellingen, op de professionals in de instellingen. Nou, verschillende dingen doen voor verschillende doelgroepen, allemaal gericht op vitaal en veerkrachtig Zuid-Holland-Zuid.